Welkom bij Working Wonders Highlights. Deze highlight met Samira Damani van Couscous Bar, maar ook van de Reload Club. Uh, twee proposities rondom wellness. Uh, laten we beginnen met de Couscous Bar. Uh, een maaltijd. Wat is, wat is een maaltijd? Wat betekent dat voor jou? Uh, voor mij persoonlijk uh, associeer ik dat heel erg uh, met, uh, met mijn moeder. Um, uh, waar thuis gewoon in, in de keuken gewoon alles zelf geschild wordt, gesneden. Uh, de, de, de kruiden niet uit een pakje, maar zelf gemengd zelfs. Uh, uh, waar veel liefde, tijd en aandacht in zit. Um, ja. ja, echt een soort van comfort food. Daar denk ik aan een, dan denk ik echt aan een echte maaltijd. En uh, het is de couscous. Uh, is er een speciale. Bereiding voor. Is er uh, hoe, vertel daar eens wat meer over? Ja, zeker. Uh, in de afgelopen jaren um, is er <coughs> in Nederland heel veel uh, uh, couscous geweld. En dan, uh, dan denken we allemaal oh, bij de couscous: nee, dat, kan, dat mag niet, dat kan niet. Uh, je moet couscous stomen. Couscous is echt een, uh, een daad van liefde. Het kost tijd. Um, dat doe je in een couscoussière, dus een uh, uh, tweedelige pan. Met allemaal gaten erin waar je water in doet en dan de couscous inplaatst en het laat stomen, eruit halen, hem eigenlijk losdraaien en hem nog een keer uh, stomen. En wat er dan gebeurt is dat hij heel erg uitzet en fluffy wordt en romig en zacht. Um, ja, dat is echt, dat is, dat is couscous. Ik ben heel blij met deze kennis, want ik denk echt <tie> dat ik tussen de couscous uh, althans, uh, geweld uh, aan doe als ik het uh, klaarmaak. Um, maar dat zeggende, dat, dat, het heeft dus ook een mogelijkheid geboden, uh, het receptuur, omdat het uh, een, 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 een hey, ook authentiek karakter of ja, hoe, uh, de, de, een speciale kennis is daarvoor nodig. En die heb jij ook gebruikt uh, om andere... Uh, Werkgelegenheid of een openheid te geven om iets te gaan ondernemen? Ja, ja samen met Nadia Zawali en een aantal Marokkaanse mama's, waaronder mijn eigen moeder, um, zijn wij inderdaad in 2018. Uh, ...helemaal uh, voor, uh, voor de, de couscous gaan pleiten van uh, hoe lekker dat is. En uh, ja, hoe we dat, dat traditioneel recept wat uit, uit Marokko komt... Um, um, ...in een drie-stappenplan voor, voor onze gasten kunnen klaarmaken. Um, ja, dat, dat, dat we met plezier hebben, zijn we dat aan het doen. Maar hè, dan vervolgens ga je dat ondernemen in Nederland, zijn er andere regels... Hoe ging je daarmee om? Wat... wat uh... Uh, nou, in de horeca uh, of een voedselmarkt heb je natuurlijk allerlei richtlijnen uh, voor voedselveiligheid. En uh, nou, wij hebben Marokkaanse moeders die nooit zeg maar, de arbeidsmarkt hebben betreden. Waardoor we, uh, ja, uh, en sommige van hun spreken niet de taal ook helemaal goed. Daarin hebben we moeten omschakelen van hoe communiceer je uh, de HCCP-regels door middel van kleur... in plaats van uh, uh, echt helemaal op te schrijven van uh, dit is poold lam uh, heeft de en gewoon een bruine sticker. En nou, de datums, dat krijgen ze wel voor elkaar. En wat je ziet ook in die, in die keuken, naast de gezelligheid en de plezier die ze met elkaar, met elkaar hebben. zie je ook dat, dat ze ja, ook trots zijn op de kant van hè, dat ze nu ook iets. Ja, systematisch kunnen, kunnen, kunnen inzetten om, om de voedselveiligheid te waarborgen die zo'n onderneming nodig heeft. Dus een liefdevolle community uh, ontwikkelen, maar dan dus ook echt verder ontwikkelen, uh, kansen creëren. Uh, hoe zie je dat uh, in de Reload Club? Uh, kijken er dan met dezelfde filosofie naar? Um, ja, voor, voor een gedeelte wel. Uh, wat we daar doen is uh, wij. Uh, trekken in ieder geval zoveel mogelijk experts aan om uh, uh, kwalitatief uh, uh, het, het, de, 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 het vrouw zijn uh, te, om, te, te omarmen eigenlijk uh, door verschillende dingen zoals sport, ademwerk, yoga, uh, een stukje uh, detox, uh, maar ook woman circles zoals uh, moon circles en, en dergelijke, waar we uh, ook de vrouw weer in, in, in haar kracht zetten um, en dat doen we natuurlijk in de couscousbar ook in de keuken ja dus uh, daar zit wel zeker een verbinding in en uh, hoe kwam je tot ondernemen ja <laughs> um, dat is ontstaan omdat uh, ik heb architectonische vormgeving gestudeerd en in 2008 ben ik afgestudeerd 2010 crisis geen werk en toen dacht ik ja doei ik ben 26 ga echt niet thuis zitten en uh, zo ben ik eigenlijk uh, mijn eerste onderneming begonnen ja. Is dat uh, ook een stukje waar je behoefte dan voor uh, empowerment vandaan komt? Van, ja, uh... ja. Hey, ik denk, uh, uh, ja, mijn moeder als uh, een grote voorbeeld, uh, heel krachtig. Uh, daar komt het vandaan en zeker ook, uh, ja, wat ik nu, uh, zeg maar, ja, ik word gewoon blij als, 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 um, ja, als, als andere vrouwen zich uh, comfortabel in hun vel zitten. Ja. Want je bent niet gestopt namelijk. Dat is het mooie eraan over je daadkracht en over empowerment. Want je bent een bedrijf begonnen in een crisis. Vervolgens zijn we natuurlijk uit de crisis terecht gekomen, hebben we high times gehad. En je dacht, ook, we beginnen gewoon nog een bedrijf. Ja, ja, dat is inderdaad wat ik dacht. Uh, ik uh, had het idee dat ik um, voor een gedeelte uh, uh, meer wilde leren. Dat, dat was, daar kwam de, uh, vooral de behoefte van. En uh, um, nou, ik, ik heb natuurlijk eerder het risico genomen en dat was toen goed uitgepakt. Dus ik dacht, ik ga het gewoon uh, weer doen. En, uh, en dat pak ik nu weer goed uit. En uh, ja, uh, maar goed, we hebben nog steeds een uitdaging uh, liggen. Uh, hoe, uh, denk je dat hoe denk je daar nog steeds een rol in te kunnen blijven vervullen ten aanzien van het empoweren van vrouwen? Uh, gaat dat uh, nu nog belangrijker voor je worden? Zeker, hè, er zijn natuurlijk ook in de media het en onder geweest over dat vrouwen meer een onderdrukking zijn, hè, dat, dat het voor hen lastiger is geworden sinds, uh, sinds de corona? Uh, we hebben het al uh, even gehad over natuurlijk dat je hebt gemerkt ook uit de community dat dat jullie een belangrijke rol hebben gehad ten aanzien van het het aanswitchen van, die, uh, van de Zoom, van die computer, om, om voor henzelf een switch-off te creëren. Ja. Uh, als je daar een visie over zou uh, delen, waar, waar zou je ons dan mee naartoe brengen? Ja, bij, bij de couscousbar hebben we daar een heel heel de beeld bij, uh, Nadia en ik. Um, wij willen gewoon uh, meerdere couscousbars hebben. Dus meerdere locaties waar um, ja, die vrouwen aan het werk kunnen... Uh, dus heel erg uh, vanuit het praktische kant, van uh, we hebben een locatie en die, die, uh, die moeders die kunnen... Ja, die, het, het geeft ook hun zelfvertrouwen en, uh, en, en uh, um, ja, niet de hele dag thuis zitten, daar wordt gewoon niemand blij van. Dus dat, dat, voor de couscousbar is dat heel helder. Voor de Reload Club is het, um, ja, zijn we nog zoekende in. Van hoe, hoe, hoe kunnen we vrouwen meer in hun flow krijgen, in hun eigen kracht. Um, en dat, dat proberen we heel erg te doen met uh, uh, heel veel persoonlijke sharings. Uh, zodat we. Um, meer um, met elkaar verbonden zijn en um, denken ook van, oh ja, maar ik ben niet de enige die dit voelt. Um, dit, dit, dit gebeurt vaker en daar, ontstaat dan weer, daar ontstaan dan weer nieuwe gesprekken uit en um, waar weer intenties uit ontstaan. En, ja, en, en, en zo heb je dan die flow waar die, waar die, waar die, vrouw, zich, ja, waar die vrouw dan terecht in komt en um, ook sterker komt te staan in, in, in deze maatschappij. Zie je ook uh, op een gegeven moment iets ondernemen in, uh, in de mannenwereld? <laughs> Oeh, uh, nee, nee, nee. Ik, als ik uh, heel erg een uh, wens heb over van wat ik dan over tien jaar echt, uh, dan zou ik best wel een vrouw-expert zijn door ervaringen die ik de afgelopen, die aankomende tien jaar ontstaat. En dat ik dan, ja, daar gewoon heel veel over weet. Dat lijkt mij heel erg interessant en uh, mooi. En misschien om dat dan naar de mannen te brengen? Misschien wel, inderdaad. Ja, wie weet. Uh, inderdaad, uh, zou je dat heel goed kunnen doen. Inderdaad. Van, kijk mij, ik, uh, ik heb het middeltje. Nee, nee maar dat... Uh, een ja, nieuwe dat maaltijd is. voor ja. mannen. Hé, <laughs> hey, en uh, dus de koekskoes is een hele specifieke uh, wederom maaltijd. Je zei, het gaat uh, over een stukje liefde en een stukje bij elkaar brengen. Um, hoe zie je dat, zeg maar, uh, ja, als je kijkt naar, naar de reload, hè, het is een hele fysieke om, omgeving, het is, waar het ook gaat over liefde en over zorg. Uh, je gaf net aan uh, dat je architectonische vormgeving uh, in, in je achtergrond hebt zitten. Um, hoe zie jij dat m, op het moment dat we echt naar die anderhalve meter economie gaan en dat misschien het zelfs weer zou kunnen aankomen op een, op een lockdown? Hoe denk jij als ondernemer na over die fysieke ruimtes die jij hebt? Um, ja, dat, 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 dat komt dan te vervallen, omdat dat dus... Uh, nou goed, op dit moment hebben we uh, een aantal richtlijnen over uh, het, het online boeken. Je kan ook niet zomaar bij ons terecht. Daar moet echt een afspraak voor gemaakt worden. En elke tien minuten uh, komt er iemand aan en dan bij de kleedkamers ben je altijd alleen. Um, en met een tijdslot uh, van twee uur. Um, als we weer naar een lockdown. Uh, als we weer een lockdown krijgen waar um, de sauna's uh, dus uh, eigenlijk totaal dicht moeten. Ja dan, dan hebben we daar helaas niks. Ja, dan kunnen we niks, ja, niks aan doen. En de één op één beroepen die we ook aanbieden, uh, is ook erg afhankelijk van wat, 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 uh, wat de overheid daarin in beslist. Wat we. Um, wel blijven doen, is de, de detox online arrangementen aanbieden. Um, en die kunnen, die kunnen wij gewoon vanuit huis of vanuit locatie uh, 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 aanbieden. En ik vind het wel interessant om daar verder over na te denken: hoe we dat kunnen uitbreiden naar een, uh, ja, naar een grotere onderdeel van de Reload Club. hey spannende tijden. Hoe ga je. Jezelf healthy houden als ondernemer met deze uitdagingen. <laughs> nou, uh, ik, ik eet regelmatig bij de couscousbar, maar ik, ik ben ook iemand die, die bij de Reload Club sport. Uh, ik doe dinsdag uh, bootcamp en, uh, en uh, zaterdag yoga. En um, ja, ik doe aan alle, allerlei uh, 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 ademwerk sessies mee. En, um, ik hou me op die manier gezond. Uh, supplementen gebruik ik veel. En ik probeer gewoon zo goed uh, mogelijk uh, te eten. Ja. Hey, en je begon eigenlijk dus autodidact te ondernemen. Uh, brutaal genoeg om uh, nog meer uh, bedrijven daarnaast te ondernemen. Wat zijn voor jou rolmodellen geweest waar je naar gekeken hebt? Ja, Je moeder zei de, Ja, haar. mijn moeder. Ja, dat, dat, ja de, deze vragen krijg ik uh, regelmatig en dan bl ik blijf bij mijn moeder. Zij is, is zo powerful en zo, uh, ja, en zo, maar ook tegelijkertijd zo liefdevol en ze het, het heeft, het heeft zoveel kanten en dat, 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 dat uh, ja, daar kijk ik vol bewondering naar. En uh, zeg maar, zakelijke uitdagingen die jij hebt, waar, waar vind jij die in je eigen community? Als je zegt, nou, hè, ik, zie heel veel, ik haal heel veel liefde en kracht uit mijn moeder. Um, maar als het aankomt op je zakelijke, want je, hey, je werkt daar ook met partners. Ja, ja. Ja, nou bijvoorbeeld met de couscousbar, maar ook zeker iemand die ik uh, uh, als, wel echt ook als voorbeeld zie, is Nadia Zawali. Dat is ook mijn compagnon bij de couscousbar. Um, uh, ja, dat, 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 hoe zij in het leven staat en uh, hoe zij dingen benadert of ziet, daar krijg ik wel heel veel inzichten uh, van. En, um, ja, en dat vind ik wel heel erg mooi, om, om, om dat, uh, dat stukje zo uit de community te halen. Ja. En bij de Reloads uh, heb je ook een compagnon. Ja, ja die is uh, Brabantse. Dus, okay. <laughs> en um, uh, yoga-teacher yoga, uh, en uh, voedingsdeskundige. Uh, Monique uh, Laurens heet ze. Um, ja, en uh, zij is gewoon een free spirit. Dus een, een totaal weer ander soort persoon als, als Nadia. En um, ja, maar wel ook heel warm en ja, past gewoon heel goed weer ook bij mij. Die, ik ben gewoon wat zakelijker, wat meer van de, van de lijntjes en de regels. En dat zijn die andere twee dames veel minder. En dat, dat, dat balanceert weer heel goed. Uh, en naar de toekomst toe uh, zie je dan eigenlijk groeien met deze kompions die je hebt? Of uh, zit er nog kans in dat, er, uh, dat je zegt: Weet je, ik ga dan gewoon niet een derde propositie. Nee, ik, ik wil me graag focussen op dat wat, er, wat, er, wat ik nu heb... en met de partners met wie ik het heb. En graag wel meerdere plekken, ja. ja. Want je locaties zijn nu vooral Amsterdam? Ja. En welke uh, volgende locaties? En, en, toch nog, uh, zeker is, is de wens om nog twee couscousbars in Amsterdam uh, te openen... voordat we Amsterdam uh, uh, verlaten... Of niet verlaten, maar naar een andere stad gaan voor een andere plek. Ja, dan denk ik aan grote steden als Utrecht, Rotterdam. Uh, Brabant. Brabant. Uh, ja, dat zou kunnen. <laughs> dan, 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 uh, ja, die kunnen inderdaad zeker ook kennis maken met couscous. Maar die houden van lekker eten, toch? Nou ja, dat is, uh, dat is een goed punt. Want... Uh, het is uh, vrij bijzonder, uh, misschien wel een soort combinatie van, van twee andere achtergronden als onder of, of is dat iets waar je helemaal geen, geen beleving van hebt als, als cultureel gezien? Ik denk zeker wel. Ik denk dat, het, dat, het te mij, dat je van, van alles wat ik de afgelopen tien jaar heb gedaan en, en daarvoor ook met mijn opleidingen, dat, 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 um, dat, dat je brengt waar je nu bent. En, en is de cultuur daar een heel groot onderdeel van? Um, als je iets doet wat heel dichtbij je staat, dan is dat. dat is, daar is niks mooiers uh, uh, dan, dan dat. Omdat je, je, je doet het vanuit echt een, een passie. En bijvoorbeeld bij de couscousbar is dat, ja, dat stukje Marokkaans zijnde en dat stukje heritage. Iets ook een beetje in leven houden. Hè? De mo moderne Marokkaanse vrouw. Zal niet altijd couscous, tijd hebben om couscous thuis te maken. En dat te kunnen aanbieden aan, uh, aan, aan de Marokkaanse gemeenschap en, en daaromheen alle andere mensen die er nooit kennis mee hebben gemaakt. Of uh, die, uh, die hun couscous wellen en denken ik vind het niet zo lekker. Maar dat ze bij ons terechtkomen en denken van wow wat is dit. Dat, dat geeft ons echt een trots gevoel. Ja. Ja, het is in ieder geval voor mij uh, een goede om uh, daar wat meer uh, van, uh, want ja, wat dat betreft, ik vind echt, mijn dochter loves it. Oh, uh, ja. Maar ja, ik denk dat ze als ze dat uh, voor, uh, op de bereidingswijze zoals jullie uh, dat doen uh, zouden krijgen, dan uh, dat, dat mama inderdaad uh, ook uh, gedoemd is op de, de geweldplegers uh, op, uh, op het koerskoersvlak. Uh, dankjewel ja, heel uh, bedankt. voor je bezoek hier en uh, heel veel succes. Uh, de aankomende periodes ja, met Reload en met Koeshoes voor. Ja, dankjewel.